In Sint-Anne-parochie werd dinsdagmorgen het beeldkampioenschap Beeldstar Schillen gehouden tijdens de jaarlijkse Lammetjemet. Het is eigenlijk een voorproefje op de Beeldse aardappelweken die van 27 juni tot 13 juli worden gehouden in 9 schuren van historische boerderijen. De historie van de aardappel, het productieproces en de moderne bedrijfsvoering, het komt allemaal aan de orde. Een aantal schuren is ook ingericht als kunsttentoonstelling die te maken hebben met de aardappel. Maar dinsdag was er dus het beeldkampioenschap Beeldstar Schillen. De wedstrijd werd geopend door een aantal bekende beeldkuts en boertje in boer presentatrice Karin van der Plaats. Zij won de eerste ronde, maar tijdens de Lammetjemet mocht iedereen een poging wagen om beeldkampioen aardappelschillen te worden. Ja, ja. Ik schil nooit met zo'n ding. Ik vind het een rad ding, maar dat is ernaast. Wauwtje, jij hebt een andere techniek, hè? Ja, maar ik ben links, jongen. Ik ken niet anders. Het gaat ook van je af. Ik ken niet met zo'n ding overweg. Want de linkskillers, die binnen heeft niet. Daar heb ik je rekening mee houden. Ik denk dat we voor Wauwtje inderdaad nog eens een firma benaderen moet dat er ook. Maar je hebt ook een poedelprijs, hè? Maar ze doen het allemaal naar zich toe en jij van je af. Ja, maar ik ken niet anders. Ik moet precies andersom, jong. Links, jij bent een beetje tegen de druk, begrijp ik. Ja. Altijd dwaas, hè? Ja, hè? Dom, dwaas en douwhuider. Wat is wel een enorm tempo. Ja. Ik zie hier dat je gewond geraakt bent. Ja. Is die zo scherp? Ja. Oh, dit is aardappelen met saus, hè? Ja, oké. Okay. Rode saus. Ik zie acht aardappelen al. Je ligt helemaal voor. Ja, nee toch? Getsie. We doen het heel vaak. Elke dag verse aardappelen? Ja, echt wel. Jij bent zeker de ideale huisvrouw. Nou, nee. 800, 920, 30, 40, 50. 950 gram. Ja.